Ben benieuwd. Maar we beginnen bij Uber. De juridische afdeling van dat bedrijf waarschuwde al in 2015... dat het bedrijf in veel landen privacyregels overtreedt. Blijkt uit interne documenten en mails die het FD en onderzoeksplatform Investico hebben ingezien. Vorige week kreeg Uber een recordboete van 290 miljoen euro van de autoriteit persoonsgegevens. Dat ging over het handelen tussen 2021 en 2023. Maar ja, dit proces zou dus al veel verder daarvoor gaande zijn. Privacy schendingen dus vanuit het Nederlandse hoofdkantoor van Uber. We gaan naar Johan Leupen van het FD. Die schreef mij aan het stuk dat vandaag in de krant staat. Johan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, veel langer speelde het dus dan waar die boete over gaat. En we hebben ook al uit eerdere lekkages bij Uber gehoord. Ja, ze deden het eigenlijk vrij bewust. Het maakte dus allemaal niet zoveel uit dat het een beetje een rotzooitje was als het ging om privacy en dataveiligheid. Ja, nou, je zag bij die megaboete van vorige week dat ze echt verontwaardigd reageerden. En hier kun je toch zien dat ze wel veel vaker de grenzen opzochten. En dat ze ook wisten dat ze niet voldeden aan de privacywetgeving. Dat hebben ze wel aangepakt. Maar je merkt toch ook wel dat er een soort cultuur is van gewoon risico's op de kop toenemen om te kunnen groeien. Ja, dat was natuurlijk ook heel lang de cultuur daar. Heel veel geld in pompen, groeien. En af en toe dan wat overheden tegen je in het harnas jagen met Uberpop en dat soort zaken. Oké. Waar ging dit nou precies over, die privacy issues? Had dat ook te maken met die chauffeurs, net als waar die boete van de AP over gaat? Ja, dit ging dus eigenlijk over dat ze via hun eigen app locaties en belgegevens en contacten en gegevens over andere apps, waaronder Lyft, verzamelden van hun chauffeurs. Mm-hmm. Zonder dat ze daar toestemming voor hadden. En daar werd dus een intern alarm over geslagen. Van dit kan echt niet. Het is een soort van surveillance, verboden surveillance in heel veel landen die wij doen. En we moeten daar wat aan doen. En dan merk je toch dat er vanuit de top een beetje wordt gereageerd van ja, maar zijn er ook nog kansen en wat kunnen we hier nog voor opportunities in zien? Uh-huh. Dus er is toch een beetje een soort terughoudendheid om dan onmiddellijk iets te gaan doen. Maar uiteindelijk herstellen ze dan wel die fouten die ze hebben gemaakt. Ja, maar wel vrij hardnekkig. Het duurde even dus. En een hoofdrol weggespeeld voor het Nederlandse hoofdkantoor van Uber, toch? Ja, want die beheert eigenlijk al die data van die chauffeurs op dat moment buiten de Amerikaanse gebied waar ze zitten. Mm-hmm. Dus eigenlijk zijn de Amsterdammers verantwoordelijk. We zien ook dat ze vanuit Amsterdam wat vaker uit de bocht vliegen. Mm-hmm. En dat ze strooien met die data van chauffeurs ook naar richting andere partijen, terwijl dat niet zou moeten kunnen. Ja, en ook nog wel saillant. Ook richting allerlei overheidsdiensten van allerlei buitenlandse mogendheden. Die konden bij wijze van spreken met een paar kliks allerlei informatie over Jan en alle man opvragen. En kregen dat ook. Ja, je ziet ook dat ze hebben op een gegeven moment veel ruzie over Uberpop met autoriteiten. En dan gaan ze het over een andere boeg gooien. Dan gaan ze proberen toch wat meer goodwill te kweken bij bijvoorbeeld opsporingsautoriteiten. Ze zijn dan erg geschrokken ook van hoe die ingrijpen op Uberpop. En dat is een verboden dienst die ze een tijdje hebben gehad. En dan merk je dat ze zien hun eigen chauffeursdata toch als een manier om, als je die overdraagt, dan kun je misschien toch een beetje een wit voetje halen bij verschillende autoriteiten waar ze dus problemen mee hebben. Ja, dus dat is ook een beetje een soort smeermiddel. Van aan de ene kant, we geven jullie lekker veel informatie. En aan de andere kant hopen we dan dat politici allerlei diensten van Uber willen toelaten. Ja, het is een beetje een asset. Zien ze dan die chauffeursdata, waar je voordeel mee kunt doen ook. En dat proberen ze dan ook wel. Ja. Vindt Uber ook die boete van vorige week? Nou ja, je zei al hoe ze gereageerd hebben, 290 miljoen. Maar vindt ze dat, denk je, nou echt erg? Of ja, bijvoorbeeld ook het aandeel reageert natuurlijk ook helemaal niet op. Ja, maakt dat nou heel veel uit? Ja, nou, ik kan dat natuurlijk niet beoordelen, omdat ik niet precies heb gezien wat er is onderzocht daar. Of ze dat willens en wetens niet op orde hadden. Maar het is wel duidelijk dat volgens de toezichthouder het jarenlang gewoon helemaal niet op orde was. Ja. Dus het lijkt vrij duidelijke overtreding. En of ze sindsdien hun leven gebeterd hebben, sinds de periode die wij beschreven, ja, dat is mogelijk. Ze zijn nu zeer verontwaardigd. Het enige wat ik kan zien is dat ze een geschiedenis hebben van de grenzen opzoeken en eroverheen gaan en dat ook wel wisten in het verleden. Dus ja, dat is een beetje het plaatje wat ik erbij heb geschetst. Ja. Kan dit nou nog gevolgen hebben voor Uber? Eerste waarschuwing dus 2015. Die boete van vorige week gaat om de periode
2021-2023. Gaat de AP bijvoorbeeld nog verder onderzoek doen, denk je, of dat niet? Nou, ik merkte wel, ik heb hier samen met Investico dus die nieuwe data te pakken gekregen en onderzocht. En ik merkte wel dat de toezichthouder daar ook in geïnteresseerd was. Maar voor zover ik weet, is dit uit het verleden en wordt dit niet opnieuw onderzocht, deze gegevens. En is er dus niet direct een kans dat ze weer een nieuwe boete gaan krijgen. Maar ik durf het niet uit te sluiten. Nee, het zegt wel iets over de cultuur bij Uber in ieder geval in het verleden. Dankjewel, Johan Leupen van het Financiële Dagblad.